Natuur en landschap biedt ons een mooie omgeving om in te wonen, werken en recreëren. We maken fietstochten, wandelingen en ommetjes in onze directe woonomgeving. Of we zoeken het verder van huis om in een andere streek nieuwe ervaringen op te doen. In het noorden van het Vechtdal kronkelt het kleine riviertje de Reest. De natuurlijke grens tussen Overijssel en Drenthe. Hier in het Reestdal vormt bezoekerscentrum De Weem het ideale vertrekpunt voor verrassende wandel- en fietsroutes. Niet voor niets prijkt naast De Weem het toeristisch overstappunt. Het is een toplocatie waar de vrijwilligers van Landschap Overijssel u graag ontvangen met warme koffie en krentenweggen. Klein slootje hier om het terrein heen. En die is hier dan teruggevonden. Hebben jullie wel eens een ratelaar van dichtbij bekeken? Nee. Hebben jullie enig idee waarom die ratelaar heet? Regelmatig verzorgen onze natuurgidsen boeiende excursies in het intieme en soms mysterieuze landschap rond de Reest. Paddenstoelen met groeien. Iedere derde zondag van de maand is er een gezellige activiteitenmiddag in en rond de Weem. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. In de Dassenburgt maken ze kennis met een vaste bewoner van het Reestdal. Zijn de deuren van de Weem gesloten? Dan bieden de vaste wandelroutes en het uitdagende speelbos uitkomst. Een bezoek aan het Reestdal is altijd de moeite waard.